Yes sir, broskies, welkom bij seizoen nummer 3 van de FIFA 22, Ajax Career Mode. Mijn naam is Dwayne Saar en zoals ik al zei, dit is seizoen nummer 3. We hebben veel te doen, want er gaat veel veranderen. Jawel, vrij veel. Ten eerste, wij hebben een nieuw contract getekend bij Ajax. Dus dat betekent, we zijn nog minimaal 4 jaar coach bij Ajax. Het kan natuurlijk wel veranderen, maar wij hebben ons contract verlengd. Dat is niet alles. Maar voordat we verder gaan met alles en nog wat, broskies, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen wij voor deze nieuwe seizoen, seizoen nummer 3, 150 likes, misschien 200 als jullie gewoon in een goede bui zijn, net als mij. En als je aan het kijken bent en je vindt deze serie interessant, maar je bent nog niet geabonneerd, waar ben je mee bezig? Abonneer dan nu op mijn kanaal. Als je deze serie wil blijven volgen, als je mij wil blijven volgen, vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Nou, we hebben heel veel informatie, dus we gaan meteen kijken. Eerste wat we gaan doen, we gaan even kijken hoe wij hebben gepresteerd vorig seizoen. Want we zitten officieel nog in seizoen nummer 2. Want ik heb nog niet gesimuleerd naar seizoen 3. Je weet wat ik bedoel. Oké. Wow. Ik hoor dubbel. Waar kunnen we dat? Waar gaan we heen? Ik denk hier. Hier kunnen we volgens mij alles zien, toch? Stats. Oké. Nou, we gaan naar de statistieken van de spelers. Seizoen nummer 3. Wij hebben als topscorer, het is gewoon niet te geloven, Lammers. 19 doelpunten, 7 assists in 21 wedstrijden. Hebben wij ooit een betere spits gehad in een Karimo? Ik weet het niet. Sar, 16 doelpunten, 11 assists. Sar, Lammers, beide aankopen. Van vorig dit seizoen, ja. Nee, ja, technisch gezien vorig seizoen, want dit is natuurlijk seizoen nummer 3. Maar we zitten nog in seizoen nummer 2, officieel. Je weet wat ik bedoel. Dus Sar en Lammers, onze nieuwe aankopen, hebben het gewoon fantastisch gedaan. Berghuis, zeker weten, ook in de top 3. Brobbey daarentegen, 16 doelpunten, 4 assists, 30 wedstrijden. Niet verkeerd, maar als je gaat kijken naar wat Lammers heeft gedaan in 9 wedstrijden minder dan Brobbey. Dus ja, zoals ik al zei, gaat veel veranderen. Nou, dit is het eerste wat gaat veranderen. Jullie hebben het gezien, Brobbey is niet tevreden. Brobbey heeft een transferverzoek ingediend en wij gaan het accepteren. Want wij zijn zelf ook in gesprek met een spits die al eerder heeft gespeeld in de Eredivisie. En hij was goed. Nou oké, hij heeft het niet... ik ga even een paar dingen verklappen. Hij ging daarna naar Engeland. Heeft het toen niet waargemaakt. Is toen gegaan volgens mij naar Turkije. Volgens mij naar Amerika. Dus als jullie misschien nu weten wie het is. Dan weten jullie wie het is. Bro, reageer onderaan deze video als je denkt dat je weet wie het is. Was die zin goed? Ik weet niet. Dus Brobbey, transferverzoek ingediend. We gaan het accepteren. Berghuis, 12 doelpunten, 17 assists. Toch wel een goed seizoen gedraaid er. Maar de reden waarom ik zoveel kritiek heb op Berghuis is omdat ik weet dat hij beter kan. Hij is ondertussen 31 jaar, 82 algemeen. Seizoen nummer 3 gaat zijn seizoen worden. Nou, over seizoenen gesproken. Ja man, in ieder geval Tadic. Tadic is nu een 78 algemeen, 34 jaar. Zit erover na te denken om met pensioen te gaan. Als je gaat kijken, 9 doelpunten, 7 assists. Als je gaat kijken naar vorig seizoen, een wereld van verschil. Maar, dit is dus het volgende. Tadic heeft ons aanbevolen. Zeg ik het goed?
Ja, in ieder geval, Tadić heeft ons aanbevolen om een speler te halen waarmee hij samenspeelt bij het Servische elftal, het nationale elftal. En hij heeft ook al eerder gespeeld in de Eredivisie. Maar Tadić heeft ook gezegd, in het begin had hij het vrij moeilijk. Want de eerste reden waarom hij dus wegging uit Nederland is omdat hij, taalbarrière. Het was gewoon lastig voor hem. Dus hij wil voorkomen dat de speler die terugkeert in de Eredivisie dezelfde problemen gaat ervaren. Dus hij heeft ook aanbevolen om een tweede speler uit Servië, tenminste de Servische nationaliteit, te kopen. Nou, we gaan straks verder. Maar Tadić gaan wij, denk ik, nadat wij de twee spelers hebben gekocht, verkopen. Omdat ik denk, Tadić, ik gun het hem niet om op de bank te laten zitten bij Ajax. Dit is misschien een verrassend nieuws voor jullie, want ik heb altijd gezegd Tadić gaat blijven. Maar ik denk, seizoen nummer 3. Hij heeft gewoon heel weinig gespeeld in... Ja, nee, dat is niet waar. Maar hij gaat heel weinig spelen in seizoen nummer 3. En dat gun ik hem niet. Weet je, dat verdient hij niet. Dus het kan zijn, het is nog niet 100% zeker, maar het kan zijn dat Tadić gaat vertrekken nadat wij de twee Servische spelers hebben gekocht. Dennis Mann begon slecht, heel slecht. Maar hij heeft zich wel hersteld. 8 doelpunten, 1 assist. Wij geven hem, denk ik, nog één kans. Nog één jaar. En dit moet het jaar worden voor Dennis Mann. Maar hij gaat concurrentie krijgen. Want jongens, deze ga ik nog niet verklappen. Deze laat ik voor de volgende aflevering. Maar geloof me. Deze is pittig, bro. Oké, Kudus. Kudus. Is ook een heel lastig verhaal aan het worden. Kudus, het lukte maar niet om door te breken bij het eerste elftal. We gaan nu seizoen nummer 3 door. En ook seizoen nummer 3 heeft hij geen vaste basisplek. En daarmee wil ik eigenlijk ook zeggen, Kudus is niet tevreden en wij zijn niet tevreden. Misschien is het een optie om hem te verkopen of uit te lenen. Het wordt sowieso één van de twee. Gravenberg. Jullie hebben gestemd. Nou, ik vroeg dus als eerste, wie krijgt de nummer 10? Want Tadić gaat vertrekken. Jullie konden kiezen tussen Gravenberg en Dos Santos. Jullie hebben gekozen voor Gravenberg. Het verschil was niet echt heel groot met Dos Santos. Maar Gravenberg krijgt de nummer 10. Alleen, we hadden nog een poll en die was voor de nieuwe aanvoerder. Want Tadić is de nummer 10 en de aanvoerder. Ik had 4 namen opgesteld, maar de keuze ging voor Gravenberg. Timber zat er ook tussen, Masrowi en Martinez volgens mij. Hè? Omdat Gravenberg de nummer 10 krijgt, vind ik eigenlijk dat ik, ondanks dat ik weet dat jullie hebben gestemd voor Gravenberg voor beide polls, wil ik de aanvoederschap geven. Aanvoederschap is dat? Aanvoedersband, laat maar. De aanvoedersband geven aan Timber. Begrijp me niet verkeerd, ik denk ook dat Gravenberg de juiste kandidaat is. Maar Timber, ik weet niet, hij heeft iets speciaals. Als je kijkt naar hem, hoe hij speelt, hoe hij zich gedraagt, alles wat een leider nodig heeft. Dus, ik moet jullie gaan overroelen. Timber wordt onze nieuwe aanvoerder voor de komende seizoenen. Dos Santos krijgt dus niet de nummer 10, maar er zijn dus 2 dingen. Er komt, ja, ik kan het niet verklappen nog jongens, maar Dos Santos gaat concurrentie krijgen. Dat is wat ik wil zeggen, want Tadić gaat natuurlijk vertrekken, maar er komt een nieuwe speler aan. Dus Dos Santos, als je gaat kijken, 17 wedstrijden gespeeld, 4 doelpunten, 2 assists, is natuurlijk niet voldoende. En ondanks dat hij het heel goed deed, heeft hij wel concurrentie nodig. Ik weet, hij is een groot talent, maar hij heeft concurrentie nodig, want hij moet wel een beetje gepusht worden. Klaassen daarentegen, Klaassen is gewoon een bankspeler, we gaan hem niet verkopen. Hij heeft het niet goed gedaan, heel eerlijk. Maar ja, Klaassen, gewoon een Ajax, 3 doelpunten, 5 assists. Voor een bankspeler niet verkeerd. Per Schuurs. Ja, weet je wat het is? We hebben op dit moment gewoon veel spelers. Maar we moeten gaan kijken. Want ik wil natuurlijk niet te veel gaan verkopen. Niet te veel veranderen. Er gaat al sowieso al vrij veel veranderen. Dus we gaan het gewoon zo laten. Per Schuurs, ik hoop dat hij dit seizoen wel meer kansen gaat krijgen. Want hij is 23 jaar, 79 algemeen. Dat betekent nu wel dat hij echt tegen het eerste begint aan te tikken, jongens. Xavi Simons. Wacht even, 20 jaar, 73 algemeen, is voor ons, voor Ajax, een bankspeler. 3 doelpunten, 3 assists, maar hij doet het gewoon niet verkeerd. Blind is een interessante, want er gaat ook een hoop veranderen met Blind. Kijk, Blind blijft, 100%, dat is niet wat ik wil zeggen.
Alleen de laatste wedstrijden had hij dus, speelde hij als centrale verdediger en middenvelder. Laat me voor de zekerheid kijken of ik opneem. Want ik praat veel. Woehoe, ik ben bezig. Oké, okay, ja man. Blind, de laatste paar wedstrijden speelde als centrale verdediger en middenvelder. Daar deed hij het uitstekend. Alleen het probleem is, zijn statistieken gaan naar beneden. Hij is al langzaam. Hij wordt alleen maar slechter. Wij moeten ervoor zorgen dat wij backup hebben voor Daily Blind. Ook voor dit ga ik niks verklappen. Maar ook Blind gaat concurrentie krijgen. En er is een ander probleem. Want ik zeg dit natuurlijk en dan ga je denken, maar Alvarez dan? Alvarez is ook niet tevreden. Wij zijn tevreden met Alvarez, maar hij neemt geen genoegen met een rol op de bank. En dat begrijp ik, want hij is wel een groot talent. Alleen, wij kiezen natuurlijk voor Blind. Blind met de ervaring natuurlijk, is een international. En Alvarez, ja, we gaan moeten kijken wat we gaan doen met Alvarez. Maar het kan zijn dat Alvarez gaat vertrekken. Ik verklap vrij veel, maar ik vertel tenminste niet wie wij gaan kopen. Want het lijstje is al gereed. Darami, veel mensen komen op voor Darami. Darami krijgt natuurlijk veel minder kansen dan hij op had gehoopt. 2 doelpunten, 4 assists. Tadic gaat vertrekken. Dan hebben wij nog Dos Santos. Maar voor Dos Santos gaan wij concurrentie halen. Dat betekent dat Darami weer derde keus wordt. Het lijkt mij verstandig om Darami 1 seizoen uit te lenen. Dat is denk ik... Hij kan ook als, wacht even, rechtervleugelaanvaller spelen. Maar daar hebben we... Wacht even hoor. Dennis Mann. Omdat Darami... Maar Darami... Weet je wat ik denk dat wij gaan doen? We gaan Darami de kans geven. Want Darami is natuurlijk een echte Ajax-iet. Dennis Mann heb ik gekocht. We gaan Dennis Mann een seizoen uitlenen. Omdat ik ook denk, ja, Dennis Mann begon heel traag. En Darami hebben wij nog niet eens echt de kans gegeven zoals wij Dennis Mann de kans hebben gegeven. Alleen Darami gaan wij op de rechterflank gebruiken in plaats van de linkerflank. Want voor de linkerflank heb ik grootste plannen. Ik heb sowieso grote plannen met het elftal voor volgend seizoen. En er gaat een moment komen. Kijk, luister, ik heb dus bijgetekend bij Ajax. Ik ben nog minimaal voor 4 seizoenen de coach. Maar er gaat een punt komen dat wij de jeugdspelers gaan moeten inzetten. Want natuurlijk, hoe beter de spelers worden, hoe groter de kans dat ze uiteindelijk gaan vertrekken. Maar ik heb het echt over jaren later. Maar goed, we gaan door. Darami gaat de kans krijgen op de rechterflank. Taylor, bankspeler, 2 doelpunten. Maar, wauw. Maar ik heb het gevoel dat Taylor meer kan. En hopelijk, we moeten even gaan kijken. Want kijk, we hebben gewoon te veel spelers. We moeten spelers gaan uitlenen, zodat spelers zoals Taylor kansen krijgen, jongens. Martinez. 25 jaar, 84 algemeen. Ja. Ik weet niet, wat vinden jullie? Want ik denk dat Martinez toe is aan een stapje hogerop. Europa League is niet zijn klasse. Plus, normaal gesproken, een speler van zijn... je weet wat ik wil zeggen, zijn leeftijd met zijn klasse... gaat uiteindelijk altijd weer uit de Eredivisie. 25 jaar, 84 algemeen. Laat me weten wat jullie hiervan vinden. Maar we gaan hem wel op de lijst zetten. Nou, het kan natuurlijk zijn dat ik hem wel gewoon houd. Hè? Maar zoals ik al zei, kijk, we hebben Per Schuurs ook. En die verdient ook kansen. Dus het kan zijn dat Lisandro Martinez zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor Ajax. Deze is een beetje onverwacht, want hier zat ik zelf ook niet aan te denken. Maar 25 jaar is wel een mooie leeftijd. Wijndal heeft het gewoon uitstekend gedaan. 1 doelpunt, 9 assists. Ik was zeggen 4, ik weet niet waarom. Ik zat te kijken naar zijn algemeen en zijn leeftijd. 23 jaar, 84 algemeen. Is gewoon een hele goede aankoop. Alvarez, ja, Alvarez. Ik heb het al gezegd. Alvarez gaat vertrekken bij Ajax. Het is lastig. Kijk, we hebben dan Martinez en Alvarez die misschien gaan vertrekken. Maar dat biedt wel kansen voor andere spelers. Zoals misschien Riedewald. Die gaat natuurlijk blijven. Die krijgt natuurlijk weer kansen in seizoen nummer 3. Kamara gaan wij verkopen. Het bestuur is niet blij dat ik Kamara heb gekocht. Ik heb heel veel geld aan hem uitbesteed en uiteindelijk niet gebruikt. En het bestuur neemt het mij kwalijk. Dat is ook een van de redenen waarom het cijfer zo laag is. Struik gaat meer minuten krijgen. Want Martinez gaat vertrekken. Bak, ja.
Ik zeg het wel, maar het kan natuurlijk nog wel veranderen. Bakker, een goede bankspeler. Okoye gaan wij verkopen. Lonwijk gaan we verkopen. Dit gaat snel. Ratsi gaan wij verkopen. Gorter, natuurlijk niet. Baas gaan wij verkopen. Ik heb hem te weinig gezien. Maar Marta, 19 jaar, 67 algemeen, gaan we uitlenen. Die krijgt nog de kans. Jan-Pieter de Leeuw is een probleem. Heeft in mijn ogen gefaald. Maar ik wil niet zo snel opgeven. Even kijken. Oh, hij is benaderd door Stuttgart. Het kan zijn dat we de Leeuw laten gaan. Ik heb het gezegd. Mulder dit seizoen gaat kansen krijgen. Kijk naar dit talent, man. 16 jaar, 67 algemeen. Ongelooflijk. Dan hebben we David Santos. Heeft het niet goed gedaan. Beide grote talenten. Santos is een groter talent dan Mulder. Alleen Santos, het lukt hem niet. Want hij heeft natuurlijk wel een paar kansen gehad. Maar hij was slecht. Mulder heeft nog geen enkele kans gehad. Gaat gebeuren in seizoen nummer 3. Maar dat zijn dus twee spelers op die positie. Wij gaan kiezen voor Mulder, Dos Santos. Dos Santos. Wat is Santos? En een, oh, Portugees. Bro, David Santos. Waarom twee keer Santos? Nu pas. Nu pas dringt het tot me door dat we twee keer Santos hebben gescout. Brazilië en Portugal. Want ze praten Portugees in Brazilië. Dankjewel voor die informatie, maar dat wist ik al. Laat me met rust, bro. Rens natuurlijk gaat veel meer kansen krijgen. Is nu een 80 algemeen, 20 jaar pas. Wauw. Oké, Timber 21 jaar, 83 algemeen. Masrui 25, 87. Mijn goede genade. Hij gaat richting de 90. Hij verdient een stapje hoger op. Hij is eigenlijk... Dit is lastig, jongens. Castells is natuurlijk goed bezig. Maar ik moet even wat kijken. Ik ga even... We hebben dan dus Castells. Castells. Koen Castells is ook zo'n speler waarvan je denkt... Ja, Europa League is natuurlijk niet zijn klasse, jongens. Maar ik maak me meer zorgen om Masrui. Onze beste Ajax-speler. Die uit de jeugd komt. Je weet wat ik bedoel. Ja, Masrui, Martinez. Dat zijn de twee. Die, ja, ik denk wel Masrui ook, hoor. Masrui, Martinez. Kamara 100%. Zar. Heb ik al gesproken over Zar? Volgens mij niet, hè? Ik knip het er wel uit als ik het al heb gedaan. Ja, man. Zar heeft gesproken met de leiding van Ajax. En Zar is uitgeleerd. Dat is wat hij ons heeft verteld bij Ajax. Hij heeft het in zijn ogen zo goed gedaan. En hij wil graag... naar een topclub. En deze zag ik niet aankomen. Het is heel moeilijk om een speler bij Ajax te houden als hij niet bij Ajax wil blijven. Sar is een speler die wij één seizoen hebben mogen zien spelen in de Eredivisie. Niet eens een heel seizoen, een half seizoen volgens mij. Hè? Volgens mij. Maar dit is het einde voor Sar bij Ajax. Ik heb het gezegd. Maar goed, de komende afleveringen gaan jullie veel meer zien. Veel meer nieuws komt naar buiten. Maar even kijken, we hebben nu 22.35. We gaan het hebben over de speler die op de thumbnail staat. Ja, want nu kan ik erover praten. Donny van de Beek is niet gelukkig bij Manchester. Feit, iedereen weet dat. Hij heeft het geprobeerd. Donny van de Beek heeft contact met Ajax opgezocht. En dat was eigenlijk wel een verrassing voor ons. Want je zou denken, misschien gewoon naar een andere topploeg. Maar hij wil gewoon... 100% starten. En hij weet dat hij bij ons gaat starten. Nou, we hebben dus met hem gesproken. En dit is wat het is. Donny van de Beek is bereid om terug te komen voor 1 jaar bij Ajax. Donny van de Beek wil het beste salaris krijgen van alle Ajaxiden. En hij wil de garantie krijgen dat hij elke wedstrijd speelt. Dus, Donny van de Beek, als het goed is, als wij het geld hebben trouwens, gaan we kopen. Gaat nog wel wat meer gebeuren? Even kijken waarover ik kan praten. Even kijken.
Ik wil, oké. Ja, we gaan het denk ik bij deze laten. Ik heb een paar, jongens. Ik heb een paar. Maar we gaan het hierbij laten. De topscorer in de Eredivisie is geworden Gakpo met 25 doelpunten. Gakpo is heet. En dat bedoel ik niet pauze. Je weet wat ik bedoel. Doe normaal. 25. Op plek 2 Texera met 20. En op plek 3 Van de Streek met 17. Even kijken. De eerste Ajax-Citus Lammers op plek 9. Dat heeft hij wel netjes gedaan hoor. De koning van de assist is geworden Berghuis met 14. Op plek 2 Wijndal en op plek 3 Max. Wauw. Berghuis de eerste prijs. Gewoon koning van de assist. Gakpo, gouden schoen. Even kijken. De beste keeper is geworden Pas. Kasteels op plek 4. Wauw. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Koen Kasteels is een keeper van groot... Ik bedoel van 87 algemeen. Er komt net een bericht binnen. Wauw, Koen Kasteels is de volgende speler die gaat vertrekken bij Ajax. Het is wel logisch als je gaat kijken. Hij is een 87 algemeen. Wacht even, ik zag wat moois. Wacht even. Hij is een 87 algemeen. 30 jaar. Hij verdient natuurlijk wel een plekje in de top van Europa. Mijn beeldscherm wil uitgaan. Wacht even. Oh. Ja, man. Wacht even. Ik wil eventjes dit zien. Ja, man. Het staat in het Engels. Bro, nu pas ik het. Konden jullie niks zeggen? Wacht. Eerst eventjes wat anders. We gaan moeten beslissen welke spelers wij gaan contracteren. Wij moeten trouwens ook die scouts weer opzetten. België, Nederland, Zweden of zo. Of Denemarken. Want Zlatan, Eriksen. Je snapt wel wat ik bedoel. Maar we gaan als eerste naar Zweden. De scouts zijn onderweg. Het volgende wat we gaan doen. We gaan kijken welke jeugdspelers wij een contract gaan aanbieden en welke niet. Weer een Santos? Dat ga ik niet doen. Nee. Dat gaan we niet doen. Volgende. Adriano Menezes. Lastige naam, maar potentieel is... Skill moves is... Snelheid is... Is een spits. Dit kan er vervangen worden van Jan-Pieter. Ja, we gaan het doen. Ja, we gaan het zeker doen. Promoveren naar volwassenen team. We moeten gewoon echt goed nadenken. Wat hebben we nodig? Dit hebben wij niet nodig. Nee. Timmermans is een keeper. Hij is nu al 17 en pas een 59. Ik... ga het niet doen. Nee, niet overtuigend. Ik denk trouwens de rest ook niet. Dan blijft over Jesus. Alleen de vraag is, want we hebben al veel middenvelders. Alleen zijn snelheid is wel, dat is, ja. Maar ik denk het eerlijk gezegd, hoe ik er nu over zit na te denken. Nee, 16 jaar, 60 algemeen is niet voldoende. We gaan door. Wie wordt kampioen van de Champions League? Hier gaan we het zien. Bij München, zeker weten. Wauw, Manchester City eindelijk. Met Pep Guardiola en Kevin De Bruyne. Alleen maar, wauw. Deze zag ik niet aankomen. We hebben een aanbieding gekregen van de KNVB. Of wij de coach willen worden, bondscoach. Ik zit er wel aan te denken eigenlijk om het te doen. Ik denk dat dit het juiste moment is. We hebben net de landstitel gepakt. We hebben de Europa League gewonnen. Nu heb ik de juiste ervaring. Dat is wat ik wil zeggen. We gaan het doen. We kunnen altijd onszelf ontslaan. Maar ik ben nu de bondscoach van Nederland. Alleen maar goed nieuws. We gaan naar volgend seizoen. Seizoen nummer 3 gaat beginnen. En we gaan nu kijken of wij Donny van der Beek kunnen halen, jongens. Hopelijk hebben we genoeg geld. Ik zit er zelf aan te denken dat we niet eens genoeg geld hebben voor Donny van der Beek. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Wij moeten dan eerst spelers gaan verkopen, want we gaan Donny van der Beek halen. We hebben sowieso wel uiteindelijk genoeg geld voor Donny van der Beek, man. We gaan eerst even kijken, want we moeten een paar spelers op de lijst zetten. Plus, we moeten dit toernooitje gaan spelen. Ik ga wel simuleren. We kiezen natuurlijk de makkelijkste, want zo zijn wij. Makkelijk geld verdienen, jongens. Marta gaan we misschien moeten uitlenen. Ik wil even kijken. Hoe snel is hij? Wauw. Marta gaat kansen krijgen.
100%. Wat hebben wij op de bankrekening? Want we moeten uiteindelijk zaken doen. Hebben wij genoeg voor Donny van der Beek? Het zou misschien kunnen. Het zou... Maar we moeten dit wel veranderen. Want we hebben... dit kan... Wacht even. Ik denk dat dit al voldoende is. Laten we het zo doen. Het zou kunnen. We zouden Donny van der Beek kunnen halen. We gaan het proberen. Het is zover. Het is zover. Even kijken hoor. Hoe lang ben ik aan het praten? Valt mee. Daar is Josker. En hij moest allang ontslagen zijn. Maar goed. Iedereen weet nu wel wat er allemaal aan de hand is bij Manchester. Maar ja, misschien ligt het niet... Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga niet erover beginnen. Even kijken. We beginnen met een bedrag natuurlijk. 63. Hopelijk worden ze niet boos. Het kan zijn dat ze boos worden, want... Ja, hij is denk ik wel meer waard. Ze willen kudos. Wat we gaan doen is, we gaan het bedrag verlagen. Ik vind... Even kijken. 48,5 voor kudos. En dan krijgen wij Donny van der Beek. Ze gaan omlaag. 50,2. Oké, wacht even. Tegenbod. En we gaan even kijken of ze ietsjes... Ik wil gewoon onder de 50, oké? Okay? Ja, man. We hebben een deal, hè? 49,5. En dan krijgen wij natuurlijk Donny en hun krijgen kudos. Maar de grote vraag is... Hoeveel moeten wij betalen aan salaris? We gaan veel moeten betalen aan salaris. Want dat komt natuurlijk van de Premier League vandaan. En ja. Hij wil natuurlijk niet te veel inleveren. Maar hij gaat wel inleveren. Kijk, hij verdient 175k. 175. Cruciale rol, tuurlijk. Hoeveel jaar? Ik zit te denken aan... Ja, we willen natuurlijk wel geld vangen als hij weer vertrekt. 4 jaar. Ik mis die... Oké, dat is wat ze wouden. Afkoopclausule negeren. Dit is wat ze willen. 105. Tekenbonus en gespeelde wedstrijden 1 per 10. Dat is dus ongeveer 3 miljoen. Iets meer dan 3 miljoen. Dat is wel veel. Maar hij verdient het wel. Ik wil eigenlijk akkoord gaan. Wacht even. Tegenbod. Ik ga ietsjes. Ietsjes. Wacht even dan. Wacht even. Ik wil onder die 100k. En dan dit. En dan tekenbonus ben ik bereid om iets omhoog te gaan. Wat vinden jullie van deze aanbieding? Ik denk wel dat ze akkoord gaan. Misschien. Nee, ze gaan gewoon totaal niet akkoord. Oké. Anders moeten we gewoon accepteren. Ze gaan niet naar beneden. Donny. Voor een mega bedrag. Mega salaris, sorry. Maar ja, ik had het al gezegd. Dat was zijn eis, hè. Dat was een van zijn eisen. Maar Donny van der Beek is terug bij Ajax. Donny van der Beek is terug bij Ajax. Jongens, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Blind. Martinez gaat vertrekken. Blind gaat zijn positie overnemen. Donny van der Beek. Waar ben je? We zijn nog niet klaar. Ik wil wel één wedstrijd gaan. Ik zei dat ik ging simuleren. Maar ik ga één wedstrijd spelen. En dan de volgende aflevering gaan we weer zaken doen. En dan ga ik weer vertellen welke spelers wij nog meer gaan halen. Donny is terug. Donny. Hij is natuurlijk geen centrale... Hij kan wel daar spelen. Waarom maar -2? Maakt niet uit. Even kijken. Berghuis zijn positie. Moeten wij veranderen? Ja. We gaan het even veranderen van Berghuis. We moeten veel meer doen. We gaan naar ontwikkeling en dan gaan we even een paar dingen doen. Kan ik van Donny een verdedigende middenvelder maken? 72 weken. Laat maar zitten. Oké, we gaan even kijken. Het schema. We gaan één wedstrijdje spelen. En dat is de wedstrijd tegen Atalanta. Dit is Atalanta. We hebben Napoli. En we hebben... Real Sociedad hebben we gespeeld in de Europa League, toch? Ja. We hebben een aanbieding voor Okoye van Sporting. Hij gaat naar Portugal. Dus Okoye wordt de eerste speler die we gaan verkopen. We gaan naar de eerste wedstrijd voor het nieuwe seizoen. Seizoen nummer 3. We gaan het opnemen tegen Atalanta. Dit is natuurlijk een vriendschappelijk toernooitje. Maar ik wil gewoon de spelers zien. 1 wedstrijdje gaan we spelen. We hebben nu Donny van der Beek. Donny van der Beek, jongens. Koopmijn is helemaal vergeten. Die speelt natuurlijk bij Atalanta. Wacht even. Ik ben nog niet klaar. Aanvoerder ben ik vergeten te doen. Bijna vergeten. Aanvoerder.
Blind. Blind is eigenlijk gewoon een aanvoerder, hè. Maar goed, dan wordt voor nu voorlopig... Kijk, Blind, zijn statistieken gaan naar beneden, dus hij gaat niet heel lang. We moeten even kijken, maar Timber is even de tweede aanvoerder nu. Want, nee, Blind. Maar goed, we gaan. Dit wordt de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Een debuut om niet te vergeten. Nee. Niet nog een keer. Oh, we zijn in Parijs. De Santos heeft al heel veel wedstrijden gespeeld voor Ajax. Eerste wedstrijd. Eerste wedstrijd. We hebben de nieuwe rugnummers. Klaassen speelt. Oké. Waarom? Oh ja. Gravenberg is nog voor een... Ja, het gaat nog wel even duren. Wacht hoor. Want we hebben natuurlijk Donny van der Beek. Daar is de Rami, jongen, bijna. Er gaat nog zoveel meer gebeuren bij Ajax. Dat is niet goed. Dat is de eerste kans voor Atalanta. Koen Casteels met een uitstekende redding. We gaan Koen Casteels wel missen, hoor. Eerste grote kans is voor Atalanta, helaas. Weg. Lammers, ze hebben de bal weer. Donny. Daar is het vol. En Lammers speelt tegen zijn oude ploeg, toch? We spelen niet goed. Hier hebben we Dos Santos. Donny van der Beek. Donny van der Beek met de pas. Donny van der Beek met de pas. Darami. Darami! Eerste schot voor Darami en hij scoort. Op zijn nieuwe positie. Rechtervleugel aanvaller. We staan voor met 1-0. Mooi begin voor Darami. Hij verdient het wel natuurlijk. Want hij is natuurlijk in het echt ook een Ajax-y. Dus ik gaf Dennis Mann vorig seizoen de kans. Dit seizoen krijgt Darami de kans. Dennis Mann gaan we of uitlenen of verkopen. We zien het wel. Misschien krijgen we een goed bod voor Dennis Mann, je weet het niet. Darami scoort, dat ben ik. Wacht even. Sorry, je weet wat ik doe. Darami, je laat wel een goede indruk achter, hoor. Zeker. Daar hebben we corona. Speelde bij Twente. Mooi pas terug. Daar is het volgende schot. Casteels is onze reddende engel. Letterlijk onze reddende vallende engel. Dat schot is netjes. Blind. Door de benen van Blind. Dat willen we niet zien. Weer een grote kans voor Atalanta. Het gaat te gemakkelijk. Oh mijn god, Casteels redt ons weer. Dat gaat te gemakkelijk, maar ze leiden balverlies. Gelukkig. Donny van der Beek. Dat is een smerige overtreding. Voor de... Dank je. Prachtig. Dit is onze tweede rode kaart in deze creamboard. Zo zie je maar weer. FIFA 22 qua overtredingen is zoveel beter. Dit gebeurde nooit. Ja, oké. Okay. Lekker, lekker. Want ze was wel verdiend. Voor hetzelfde geld is Donny van der Beek zwaar geblesseerd, net als Gravenberg. Hier hebben we Donny. Donny! Berghuis! Jammer. Klaassen! Recht op Musso. Hier hebben we Donny van der Beek. Donny! Geblokt? Of gewoon een slecht schot? Ah, jammer. Eerste kans voor Donny van der Beek. Bij zijn terugkeer. Taylor komt erin voor Klaassen. Dit moet voor ons kunnen zijn. Als Wijndal het goed doet. Daar is de Darami! Tweede doelpunt!
Voeder! Oh, oké, Darami. Darami doet het echt goed. Ik wil heel even snel kijken. Sorry dat ik het doe tijdens zijn viering, maar... Hoe snel is deze man? Ah, dit is prachtig, man. Hij is snel. Niet zo snel als Sar, want Sar was legendarisch snel. Maar Darami is snel. Mooie paas van Berghuis, de koning van de assist. Met zijn volgende assist. Zijn eerste van het nieuwe seizoen. Als Berghuis nou zijn niveau kan behalen, dan hebben wij een grote kans om de Champions League finale te winnen. Ik heb het gezegd, onze nieuwe doelstelling is het winnen van de Champions League. En dat, ik heb het dan niet over dit seizoen per se, maar gewoon over de rest van de jaren. We moeten minimaal één keer winnen. Dus hoeft niet dit seizoen te zijn, kan ook volgend seizoen. Ja, je weet wat ik bedoel. Hou op. Lammers speelt niet echt een goede wedstrijd. Ai, 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 nee. Ik hoop dat Lammers het kan waarmaken nu. Sam Lammers speelt behoorlijk slecht. Ik durf het niet te zeggen, want hij was de man. Timber. De grote man. Samen. Oh, hij heeft het niet. Maar Darami, maakt niet uit. Kom weer goed. Darami is... Hij laat me echt dat zien wat we nodig hebben. Ze krijgen Darami niet te pakken. Lammers daarentegen is uitgeschakeld. Jongens, volgende. Rossi speelde voor Ajax. We hadden hem gekocht. Maar hij liet het niet zien. En je kan zien, hij is gefrustreerd. Ja, smerige dag van Rossi. Hier hebben we Rossi weer. Ja, Wijndal met wraak op Rossi. We zijn niet vergeten, Rossi. Lammers. Telen, doe je goed, hoor. Daar is Lammers. En hij is terug. Ik maakte me een klein beetje zorgen. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken over Sam Lammers. Dames en heren. Wedstrijd klaar. Dos Santos met de paas. Weer Dos Santos met de paas op Lammers. En luister, er komen een paar transfers aan. Dat zijn mooie transfers, geloof me. Dat zijn mooie, realistische transfers. We winnen met 3-0. Is een mooi begin. Donny van de Beek. Okoye is ondertussen vertrokken. En wij hebben twee aanbiedingen. Eentje voor Sar en eentje voor Dennis Mann. We gaan eerst kijken naar die van Sar. Denzel Dumfries. Dat gaan we natuurlijk niet doen, maar... Hoeveel kunnen we eigenlijk krijgen? Tussen de 84 en... Oké, we gaan het gewoon proberen. We beginnen gewoon met 100 miljoen. Zal wel waarschijnlijk... Ga het gewoon proberen. Het zou... Misschien lukt het wel. Je weet het niet. Dat zou we echt... Jullie zagen deze ook niet aankomen. 100 miljoen voor... 100 miljoen voor Sar. Weet je wat we allemaal kunnen doen? Alles wat ik wou doen... Oké, volgende. Dennis Mann is een mooi bedrag. Maar we kunnen ronde 26,5 krijgen. Onderhandelen. 25 miljoen voor Dennis Mann. Is een hoog bedrag hoor. Ik weet niet eens voor hoeveel wij hem hebben gekocht. Ik had wel gewoon 30 moeten... Dus we hebben in totaal 125 miljoen net verdiend. Broskies, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen wij voor deze aflevering minimaal de 150 likes... En als je in een goede bui bent, gewoon 200 likes. Als je aan het kijken bent en je vindt deze serie interessant, maar je bent nog niet geabonneerd. Waar ben je mee bezig? Abonneer dan nu op mijn kanaal als je deze serie wil blijven volgen. Als je mij wil blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding. Nadat ik heb geüpload. Broskies, we zijn nog niet klaar. De volgende afleveringen zullen net zo verrassend zijn als deze. Donny van de Beek is terug. Maar er komt meer aan, bro. Er komt meer aan.